Jazeker. En Chris, je laatste tasjes gaan over de toonbank. Laatste tasjes, laatste spullen, laatste dag. Ja, hoe voelt het? Gemengd. Gaat het door je heen? Gemengd. Ja, van alles. Ja, het is toch 13 jaar dit gedaan. Dus het is toch wel heftig om dat dan ineens af te sluiten. Maar het voelt wel goed. Het was tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus, heb je al een uitdaging? Is er al iets wat je voor ogen hebt? Of, Het probleem is een beetje dat ik er te veel voor ogen heb. Oh ja? Ja, dus ik heb het luxe probleem dat ik mag gaan kiezen. Dus ik ga eerst even een paar weken rust houden. Ik ga nog op bezoek bij familie in Amerika. Ik ga naar Mexico. Oh, lekker man. Ja, dus even van de afgelopen 13 jaar inhalen. Heb jij weinig vakantie gehad? 2 weken. In 13 jaar? In 13 jaar. Nou, dan heb je het echt verdiend. Dat is echt een dat vind ik wel. Ja, dankjewel. Hey, maar je hoeft natuurlijk niet te vertellen wat je gaat doen, maar is het iets in de retail of is het iets compleet anders? Ja, het ligt heel erg uiteenlopend. Het gaat echt alle kanten op. Dus ik moet eerst even kopje leegmaken en kijken wat het dan gaat worden. En blijf je wel in Middelburg wonen, denk je? Ja. Maar jij komt van oorsprong uit Domburg, toch? Ik kom uit Domburg. Ik woon inmiddels al jaren in Middelburg. Ja. En ik blijf in Middelburg. Ja. Ja. Nou, ik vind het toch heel jammer dat je het toch... Kijk, ik ben natuurlijk geen vaste klant of zo. Maar nu hebben we volgens mij, vanaf vandaag, hebben we gewoon helemaal geen speelgoed meer. En ook geen bordspellen in de binnenstad. Weinig. Ja, en we natuurlijk, de Intertoys gaat ook weg. Ja, dus je hebt, ik heb wel ergens iets horen waar je dat er weer een soort gameconcept ergens naar de stad komt. Maar dat is, ik heb ook geruchten gehoord. Oh ja, weet je ook van iets? Ja, dat is leuk. Ja, maar of het doorgaat is... Ja, dat is weer het tweede. Nou, dat wacht ik dan ook gewoon af. Ja, wie weet dat er iemand in het gat springt. Ja, en dit pand, want het is toch een mooi prominent pand op Plein 40. Is, is daar al een nieuwe bestemming voor dat jij weet? Of, weet ik niet. Nee. Het staat gewoon eigenlijk te huur. Geen idee of er al gegadigden zijn. En dan kan je het mensen aanbevelen als een ondernemer zegt van is het een fijn pand om in te zitten? Het pand op zich wel. Voor het wonen is wat dubbel in verband met wat luidruchtige buren. Ja, goed. Als je van hardrock houdt zit je hier goed. Ja, dan zit je hier goed. Absoluut. Ja, is het wel gehoorig inderdaad? Ja, het is heel gehoorig. Ja. Oké. Nou ja, het is een eerlijk verhaal. Sommige mensen hebben er wat minder moeite bij, anderen. Ja. Ik ben blij dat ik nu in ieder geval wat rustiger ben. Ja. Nou Chris, ik bedank je hartelijk namens alle Middelburgers voor de 13 jaar. Graag gedaan. En als je wat in Middelburg gaat doen, dan horen we je weer. Je hoort er zeker van. Ja, dat is heel goed. Hey, het gaat je goed, man. Dank je wel. Fijne vakantie. Dank je.